Jij hebt ook een beetje je rimpels wegwrijven. Ja, oké. Okay. Rimpels wegwrijven. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Goedemorgen, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio, dit is Jesse Silver. En René van Ginkel, die is aan het werk. We zijn vandaag met z'n tweetjes. Ja. Wat gaan we vandaag opnemen? Wat gaan we vandaag laten zien? Ja, weet je het zeker? Een tijdje terug vroeg iemand, zou die eens een leuke avondroutine of ochtendroutine willen opnemen? Ah, dat ga ik vandaag proberen. Maar meestal vergeet ik de camera. En als er iets gebeurt, dan zijn we ook vaak te laat met de camera. Wat dan is er al gebeurd? Eigenlijk begint deze dagroutine gisteravond. We liggen lekker in bed. En ik ging nog wat ijs halen. En zelfgemaakt ijs. Hey, sorbet ijs. Had ik zelf gemaakt met. Wat zat erin? Kersen en honing. Ai. Ja. Ze komen in de woonkamer. En wat zie ik? Dat de hele woonkamer vol lag met plas en pootjes. En. De hele mand eigenlijk van de hondjes zat vol met plas. Dus ik denk dat er een van de twee een blaasontsteking heeft. Ja, liever nu dan over 3 weken, want dan gaan we op vakantie en dan gaan ze naar een pet B&B. Super tof, super handig. Echt heel fijn dat we die gevonden hebben. Dus dat probleem is ook opgelost. Nou, dus wij er weer uit. De hele mand ding uit elkaar gehaald, in de was gedaan. Dan lagen dus die... De binnenste van de mand, zeg maar, lag op de grond. En vanmorgen kwamen we dus uit het bed, wat normaal gesproken een vrij relaxed ochtend is. Gewoon lekker wakker worden, bakje koffie erbij. Jesse eruit, schone luier aan en dan dart het hier een beetje rond. Terwijl dat ik dan een ontbijtje maak en René die gaat dan rustig naar de werk. En dan hadden ze dus het schuim, zeg maar, van de mand hadden ze aanlopen krabben. Waardoor dus de halve kamer bezaaid was met vlokken. Dat opgeruimd. René die kwam erachter dat de shirtje van haar die we in de sop hadden gezet helemaal verkracht is. Nou, prima. Ik maak... wat heb ik gemaakt? Oh ja, een broodje heb ik Jess gegeven met pindakaas en een vijgenjam. En ik wilde dus voor René eten maken voor mee te nemen naar de werk. En op dat moment pakt Jesse een blikje tonijn van het aanrecht. Dus de hele keuken bezaaid met tonijn. Jesse weer verschoond. René die probeert Jesse nog schoon te maken, waardoor ze zelf olie op de broek krijgt. Maar ja, die had nog maar 10 minuten, dus die moest weg. Dus die heeft nou geen eten. Hi. Dus welkom in huis Politie van Ginkel. Dat is dus vandaag onze routine. Die normaal gesproken wel iets soepeler verloopt. Maar goed, blijf ademen. Het is rot weer, dus we zijn vrolijk. Nou ja. Het is nu weer droog. Oh ja, dus René die fietst naar de werk. En de enige minuut die het heeft geregend, zat zij op de fiets. Dat is ook erg leuk. Dus we gaan nu eten inpakken. Ik heb een broodje met tonijn gemaakt. En die gaan we dan even brengen. En inmiddels heeft zij dus de broek uitgedaan, in een sopje gelegd. Die nemen we weer mee. Dan gaan we een wasje aanzetten. Dan gaat deze kleine man even slapen. En dan ga ik de honden uitlaten. En dan ga ik onderhand zelf eens even eten. Wat dacht je daarvan? Dus tot zover onze avond-ochtendroutine. Dus voor nu even lekker snel gewoon een tonijnsalade met verse groenten, tomaten, een beetje citroen erin, peper en zout. En een lekkere tosti, of in ieder geval geroosterd brood erbij. En dan gaan we straks nog zo. Krijg de baard in de keel. En dan gaan we straks nog een keertje terug met wat gebakken eieren. Dus
special delivery service. Daar zijn we. We zijn bij het werk van René en dan gaan we eventjes het eten afgooien. Ik laat de camera in de auto, want bij beter horen mogen we niet filmen. Dus dan heeft het ook weinig zin. Tot zo. Jesse ligt al lekker anderhalf uur te slapen. Die gaan we er zomaar eens uithalen. Ik heb inmiddels lunch gemaakt, zal ik zo laten zien. Een lekker eitje met roomkaas, groentjes. Helemaal lekker. Die gaan we zo meteen brengen. Dus even wachten op Jesse dat hij wakker wordt. Ik heb Call of Duty gespeeld. Ik ben nu bij Mission Old Comrades. Ik weet niet of je het goed ziet. Ja. Nou ja, je ziet nu helemaal niks natuurlijk. Old Comrades. Ik vind het de laatste tijd leuker om het verhaal te spelen dan online. Want online ga ik toch alleen maar dood. Dus ik speel het, de verhaallijnen. Vind ik wel echt super tof. Mooie graphics en lekker knallen. En als je doodgaat, dan start hij gewoon meteen weer opnieuw. Dat is op zich wel handig, want als je dus online speelt, dan ga je dood. En dan duurt het weer lang en blablabla. En ja. Dit is gewoon leuk. Ik kan niet wachten tot PlayStation 5 uitkomt. Dat wordt ook wel super tof. Nou, verder heb ik mijn bitcoins verkocht. En daar heb ik Stellar voor gekocht. Dat is weer een andere crypto coin. En ik had namelijk gelezen dat zij een contract hebben afgesloten met Samsung. Samsung is goed bezig. Die heeft ook met Tron en andere namen. Zegt jullie waarschijnlijk helemaal niks. Contracten afgesloten. En ja, die zijn wel echt helemaal into de blockchain en de cryptocurrency. En alle nieuwe technologieën daarin. Dus dat is wel super tof. Altijd even afwachten wat het doet. En verder... ja, lekker rustig dagje nu. Voorbij komen. Oh ja, en ik heb ook nog... even kijken. Oh, ja. Hier heb ik... dikke oliespetters op mijn kleding. Nou, die kunnen dus gelijk mee in de was zo meteen. Ja, wat ik al zei. Ik ga vandaag eigenlijk niet heel veel doen. Ook omdat het natuurlijk niet zo buiten weer is. Dus hou het lekker rustig vandaag. Beetje gamen. Lekker douchen straks. We gaan nu naar de kapper. Ik ben wel benieuwd wat jullie zoal doen op een dag met of zonder kinderen. Laat even wat horen in die comments. Eens kijken of die kleine wakker is. Hey. Hey. Er is er een wakker. Hoera, hoera. Een beetje lang geslapen. Nee. Je zit een beetje opgevouwen in je slaapzak. Kom dan. Ja, wat is het dan? Hm? Even je slaapzak. Somebody is a little bit cranky. Nou, kom maar dan. Ik laat de camera dit keer maar. Ik laat de camera dit keer maar helemaal thuis. Hé? Ik ga daar toch niet filmen? Ja, even. Ja, eten afgooien en we gaan weer door. Dus ik heb hier weer een nieuw bakje. Dit dus, lekker eitje. Ik vind op de camera er nooit zo lekker uitzien als in het echt. Maar goed. Eten. En voor jou ook maar een broodje meenemen, hè? Ja, zou ik wel honger hebben. Ja, gaan we naar mama? Zijn we een beetje op sleeptouw vandaag? Ja, hij moet een beetje wakker worden. Dat komt vast wel goed. Zo vrolijk als dat hij was toen hij naar bed ging, zo... een broodje, ja. Oké. En dan gaan we naar mama. Nou, het is weer tijd voor een badje. Dus Jesse die maakt zich klaar om eventjes lekker in het badje te gaan. Nou, het is wel echt... heel typerend voor deze dag. Het is ook niet echt iets wat fout gaat, maar terwijl ik de was dus in de wasmachine aan het doen ben, heeft Jesse
twee heerlijke drolletjes op de grond gelegd. Ik ga het niet filmen. Ik ben geen René. Maar ja, dat hoort er dus ook bij. Hij is gewoon, hij zat ook nog niet in bad. Hij was een beetje in de douchecabine aan het rondlopen. En hij is er zelf ook van geschrokken. Want hij had zoiets van, oh, dat stinkt. Maar dat, ja, dat gaan we maar gewoon doorspoelen. Hè? Komt helemaal goed. Dit is wel een dag. Ja, laatste dingetjes. In doen. Zo. Het is inmiddels 2 uur. Denk eten en dan is Jessie weer klaar voor zijn tweede slaapje. Maar we gaan eventjes lekker eten. We hebben een omeletje. Scrambled eggs. Met groente, een beetje sla en wat kaas erheen. En Jessie die lust niet alles, dus die geef ik voornamelijk het ei. Lekker een beetje happen. Terwijl die Wiki de Viking zit te kijken. En ja. Yeah. Oh. En inmiddels gaat het wel wat vlot. Dat is niet de bedoeling. Die nou? Nee. Moet ik hem ook maar geen blokjes geven? Help je proeven? Lekker ei. Even kijken hoor. Een beetje ei. Dat is lekker hè? Meer, ik wil meer. We hebben lekker gegeten. Hey! Hey! Jessie ligt inmiddels lekker op de grond. Hey! Waar ga je naartoe? Hey! Hey! Je hebt een snotneus. Hey schat, ik ben slaapje nummer 2 gedaan. Was hij lekker? High five? Box? Box? Heb je alles eruit gegooid? Auw! Auw! Pak jij neus al? Kom, gaan we eruit. Gaan we eruit? Wauw, wat een dag. Het is inmiddels 9 uur. Ik ben zelfs nog naar mijn werk geweest. Ik weet eigenlijk niet of ik dat überhaupt verteld heb. Volgens mij wel. Nou ja, bij deze. Ik moest dus naar mijn werk. Was net begonnen met de wasvouwen. En het was 4:30. Dus toen heb ik oma Elsje moeten bellen. Omdat René nog aan het werk was. En ja, dat kon er wel bij eigenlijk, bij deze mooie dag. René en Jessie hebben lekker gegeten. Indonesische soep van gisteren. En René zit nu aan een lekker restantje meloen kersenijs. Zelf gemaakt door jou. Nog steeds lekker, ja, die heb ik zelf gemaakt inderdaad. En nu zijn we Floor is Lava aan het kijken. Dat is wel grappig. Ik zou er zelf ook wel een keer willen. En we moeten dus eigenlijk... Ja, dus nou, het was heel erg gezellig vandaag. Sorry, wat zei je schat? Wilde je iets zeggen? Ja, we moeten inderdaad nog sporten vandaag. Dan moet ik zeggen, ja, ik heb echt nul motivatie. Gewoon nul. Gewoon min 2. Ik heb sowieso wel weten dat het idee vandaag op vrijdag is. Ik zou willen dat het vandaag zaterdag was. Waarom? Dat is cheat day. Nou. Ja, het is zo zwaar deze week. Het is ook gewoon een hele gekke week. Er gebeurt van alles. En... ja, en dat was het dan eigenlijk. Het is 9 uur en we gaan nu een beetje Netflix kijken en zo meteen naar bed. Zo meteen, straks. Zullen we nog een beetje muziek moeten maken eigenlijk?
Ook nog. Het valt allemaal niet mee. Ja, met een beetje geluk slaapt Jesse lekker door en dan is er morgen weer een nieuwe dag. Maar slaapt altijd door. Hij wordt ook wel eens wakker, toch? Of algemeen. Ja, in principe slaapt hij altijd door, ja. Nou, vond je dit een leuke vlog? Wacht even. Gaan we niet zo ook nog filmen dat we echt wat we altijd doen als we naar bed gaan, tanden poetsen, zich schoonmaken, dat soort dingen? Is dat niet ook wat ze wilde eigenlijk? Ja, ik denk altijd dagroutine van die kleine. Maar ik hoor dat we zo meteen nog gaan filmen dat we onze tanden gaan poetsen en zo. En dan sluiten we hem daarna wel af. Zo, het is tijd om naar bedje te gaan. En mijn nachtroutine is altijd eerst mijn make-up eraf te halen. Dus dat gaan we doen. Ik gebruik nu de Nivea Sensitive doekjes. Want ik merk altijd dat, vooral bij mijn ogen, bij het weghalen van mijn mascara, dat mijn ogen altijd wel erg rood worden en gevoelig. Of mijn gekke bekken trekken. Ja. Wat is jouw nachtroutine? Poets mijn tanden. Doe een crème op van L'Oréal. Men Expert. Ja, dat doe je sinds ik heb gezegd dat je dat moet doen. Hè? Jij deed dat nooit, hè? Nee. Doe je? Ja, ik probeer hem te focussen. Gola, helemaal knetter. Ga maar, ik kramp hem af. Ja, neem je maar. Weet je wel, ik moet gewoon zo, zet hem gewoon weg. Nou. Dat dus. Nou, ik ben dan vaak zo cheap dat ik dan het doekje gebruik en vervolgens denk van, maar de andere kant kan ik ook nog gebruiken. Dus dan vervolg ik hem en dan doe ik hem terug erin. Dat heb je van mij, hè? Ja, wat ook van je. Efficiëntie ten top, daar houden we van. Dus nee, ik poets mijn tanden, ik doe een crème op en dat is het. Ja, dat is het inderdaad. Ik ga ook eerst even mijn tanden poetsen voordat ik voor de rest ga insmeren, want anders dan smeer ik het weer af als ik mijn mond ga spoelen. Ja. Nog nooit een gaartje gehad. Nee, ik ook niet, hè. High five. Super goed. Zo, tandjes gepoetst. Vervolgens doe ik mijn geheim opsmeren voor mijn volle, lange wimpers. Namelijk Revitalash Eyelash Conditioner. Ik ga hem weer even aan Sergio geven, want het is heel onhandig. Met één hand. Dat is wat ik dan doe. Zo. En dan doe ik een lijntje erboven. En een lijntje eronder. Dopen. Het is moeilijk zo via de camera. En een lijntje eronder. That's it. En dan, als laatste, doe ik lekker L'Oréal olie. Extraordinary. Ik vind dat wij gesponsord moeten worden door L'Oréal. Eigenlijk ook, ja. Haar ruikt zo lekker deze, vind ik. Jij? Ja, jij ruikt altijd lekker. Vind ik wel belangrijk om lekker te ruiken. Zo, lekker. Ik probeer altijd zo eventueel beginnen de rimpels weg te wrijven. Van go away. En dan doen we nog even een deootje op. Gewoon voor een lekkere geurtje in bed. Omdat het kan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Doe ik eventjes mijn mannencrème op. Dat doe ik dan heel mannelijk natuurlijk. Mijn nonchalant knijpje. Hij brandt niet, hoe zeg je dat? Dat hij een beetje alsof hij tintelt. Ja, tintelt. Wacht even.
Tintelt. Ja, dat klopt, ja. Alsof er een beetje mintachtig iets in zit. Je hebt ook een beetje je rimpels wegwrijven. Ja, oké. Okay. Rimpels wegwrijven. Clockwise of counterclockwise? Ja, je bent nou de rimpels in aan het wrijven. Helemaal niet, rustig aan. Ja, ik kan je lekker het even. Ik heb helemaal geen rimpels. Denk je wel niet dat je bent? Ja, wel, ik heb hier rimpels een beetje. Je hele voorhoofd zit onder. Ja, soms wel, soms niet. Dan heb je veel gefronst. Veel gelachen. Veel verbaasd gekeken. Gewoon veel gelachen. Dus verbaasd kijken. Ja, zie, dan komen ze. Nou, dan gaan we nog even buikspiertjes doen. En niet te vergeten 100 keer plassen voordat we het bed instappen. En als we erin zijn geweest, dan nog een keer eruit. Gewoon voor de zekerheid. Ja, het zit er voor mij niet meer in vandaag, echt niet. Nog even een stretch. En uiteindelijk liggen we dan zo lekker in bed na zo'n drukke dag. Ja. En dan kijken we altijd nog even in bed naar ER van ja, of, UK of zo. Ja, of 24 uur in de ambulance. In de ambulance, maar vaak komen die naar elkaar. Of inderdaad 24 uur op de ER. Ja. Dit is in Engeland volgens mij. Maar Australië komt ook vaak voorbij en Amerika natuurlijk. Ja. Maar dat is veel met die ambulance. Ja. En waarom vinden we dit zo leuk om te kijken eigenlijk? Want het gebeurt alleen maar ellende. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon interessant om te zien wat ze allemaal kunnen. En die verhalen. En verhalen inderdaad ook, maar... Dat doen ze ook altijd goed, hè? Dat je ineens, je voelt je ineens betrokken bij zo'n persoon. Ja. Dat ze dan zo'n portretje maken van degene die daar dan... Een beetje zoals bij First Dates. Ja, maar dan anders. Maar dan anders. Nee, en ik doe dan meestal nog een rondje op mijn telefoon. Voor alle laatste dingetjes. De bitcoins en de crypto's en de Facebook en de Insta en de TikTok en de YouTube. Nu.nl. Ja. Hey, Stigma. Ja, dat betekent dat je van me houdt. Maar dat staat buiten kijf. Dus, Nou, we gaan lekker slapen, denk ik. Ja. Ja. Vond je dit nou een leuke dagroutine? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En een belletje aan te drukken. Belletje drukken. Of aan te zetten. Aan te zetten, wat jij wil. Druk hem. Ja. Of zet hem aan. Kies maar. Allebei. Kies maar. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. En heb je nog een ander leuk idee voor een nieuwe vlog? Laat het dan beneden weten in opmerkingen. Zie je snel. Ciao. Tot rust. Ciao, 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 ciao. Ging het maar zo snel. I just wanna see where your love can take me when I'm with you.